hele goede dag allemaal. Welkom bij Oude Beste TV. Wat leuk dat jullie kijken. We hebben weer superleuke nieuwe items voor jullie. Gaan jullie mee om een kijkje te nemen? Let's go! Zitten en zij is er een begeleider van het stukje van de kinderen. Kunt u even voorstellen? Hoi, nou, ik ben dus Lisette Jansen. Ik ben van de Zevende Zintuig en ik heb dus met de kinderen van de basisschool Babylon gewerkt in 3 repetities. En we zijn gewoon samen met de kinderen op onderzoek gegaan met het thema water, klimaat, wat is onze invloed van de mens op het milieu. Hoe kwam u op het idee om dit gemaakt te doen? Hoe ik op het idee kwam? Ik ben door de leeszaal gevraagd omdat ik een andere voorstelling hier had gespeeld. Dus ik ben gewoon een beetje gaan nadenken van oké, wat heb ik zelf met het thema water? En als we een dier een stem zouden kunnen geven, wat voor stem zou ik ze dan geven? En eigenlijk ook door de muzikant die heeft meegeholpen ben ik ook meer, heb ik meer ideeën gekregen. Want hij liet op een gegeven moment een van de belletje, geluidje horen. Toen dacht ik, hé, dat is leuk, daar ga ik een watervee van maken. Dus heb ik de watervee eigenlijk... Die is een beetje de grote lijn in het hele toneelstukje geworden. Die ziet het allemaal gebeuren, die zorgt voor de plantjes. En ze vertelt dat de zon ook van invloed is. Op een gegeven moment komen de mensen, die gaan dan dansen, die maken er een rotzooi van. En dan komt de watervee, die gaat eigenlijk de mensen weer aanspreken en zeggen dat ze moeten opruimen. Zodat alle dieren weer gewoon verder kunnen genieten en geen last hebben van de rotzooi van de mensen. Maar wat is dat nou precies? Zevende Zintuig is een stichting die heb ik zelf opgericht december vorig jaar. En daar wil ik dus eigenlijk theatervoorstellingen meemaken. Of dit soort dingen, zeg maar. Dus of dat ik zelf speel of schrijf of het regisseer. Maar ook theatervoorstellingen op scholen. En was het moeilijk om het script te bedenken? Nee, eigenlijk niet. Want ik vind zelf schrijven gewoon heel erg leuk. Ik moet wel echt inspiratie hebben. Als ik geen inspiratie heb, dan weet ik gewoon niet wat ik moet schrijven. Maar ook door de muziek en door de ideeën van de kinderen kreeg ik... Want ze wilden iets met een sprookje en iets mysterieus. Dus vandaar ook de rookmachine en dan de watervee. En oké, ik moet ook nog dieren erin hebben. En ik wilde iets met schaduwen doen. En vervolgens door de schaduw ontstond het idee van een rups. Dan dacht ik, oh, dan kan ik met een doek, kan ik de kinderen achter het doek de rups laten maken. Ah, nou, daarna moet er een vlinder komen. Dus ik dacht, nou, dan komt er een vlinder. En, ja, en op een gegeven moment dan gaat het als een balletje rollen, zeg maar. En dan stoppen mijn hersens ook niet meer met denken, kan ik ook niet meer slapen. Dus toen het hele script bedacht had, toen, dat heb ik s'avonds bedacht. Terwijl ik aan het, eigenlijk moest ik slapen. Maar ik was alleen maar aan het denken van, oh ja, en dan wil ik een vuurvliegje. En dan ga ik met zakplankjes ga ik zo tegen het doek, gaan ze een vuurvliegje maken. En de volgende dag heb ik het even gewoon allemaal geschreven en hebben ze allemaal een klein stukje tekst gehad. Want het is natuurlijk ja, 3 repetities heel kort, dus ik kan niet heel veel tekst aan de kinderen geven om het allemaal te leren. Dus ik heb hele kleine stukjes tekst aangeschreven, dus overal aangedacht van oké, waar moet ik rekening mee houden? En dat allemaal in het scriptje verwerkt voor ze. Ik sta hier met Jaren en zij is een van de acteurs in het kinderstuk van de Watergruwel. Kan je jezelf je voorstellen? Ik ben Jaren Moerad en ik ben 10 jaar en ik heb meegedaan in het Watergruwel omdat het me heel leuk leek. En nou, vond je het moeilijk of vond je het eng toen je moest gaan acteren? Nou, we hadden best wel veel geoefend. We hadden wel een uur, we hebben 3 keer gerepeteerd, dus ongeveer 3 uurtjes. En daarna hadden we nog een generale repetitie, dus het was een beetje spannend, maar ja. Vond je dat het zelf goed ging? Ik vond het wel goed gaan. En vond je dat de rest het goed deed? Ik vond wel dat de rest het goed deed en ze luisterde ook wel. Oké, dankjewel.
dagelijkse dingen. Ik zwijg als het graf, klater als een waterval, voel me vies door geroddel en praat met de wolken, mijn lief. Als een schildpad kruip ik in mijn schulp, word zo klein als een mier, fluister als een struis in een oor van het zand en was troebele relaties met golven water. Ik stap op het graf van mijn moeder als een geheugenloze duif. Als klein meisje vraag ik om meer en ben berouwvol tevreden met minder. Als een chameleon verschiet ik van kleur, rebelleer als een feeks, zoek bescherming bij een kat en beslis als een man. Ik eet niet als een asceet. Als een stripper trek ik mijn kleren uit. Ik huil omdat de vleugel van de vlinder in mijn hand bezweek. Ik ga doelloos de berg op. Ren als een bange gazel. Blijf staan als een rustende leeuw. Ik eindig het gedicht zonder een zin te tonen. De schemering daalt neer over het Oude Westen en Oude Westen TV is vanavond neergestreken bij Iftar. Iftar deel 2 om precies te zijn. We zijn hier niet alleen om een hapje en een drankje te nuttigen voor de verbreking van het vasten, maar ook voor het oppikken van bijzondere verhalen. En ik ben heel erg nieuwsgierig wat we vandaag zullen gaan oppikken op deze avond waarin het volgende centraal staat, het element verbinding tussen de mens. Bij de Iftar wordt natuurlijk een hapje en een drankje genuttigd, maar deze avond staat ook centraal door de kenmerkende verhalen van mensen. Ik heb Leon horen uitspreken, het verbindende element, dat vindt hij belangrijk, dat staat centraal. Wat is voor jou vanavond van belang? Kun je ons dat vertellen? Eigenlijk een beetje hetzelfde, want ik vast nu natuurlijk vanaf het begin van Ramadan. En dit geeft me toch weer een extra motivatie, een boost, omdat we hier gewoon gezamenlijk zijn gekomen voor één doel. En dat is gewoon samen Iftar openen en dat is gewoon iets moois, dat het zo kan, ja. Je geeft aan eigenlijk hetzelfde, de link naar verbinding dus. Wat is voor jou verbinding? Verbinding is dat je voor elkaar open staat en dat je met elkaar iets samen kan doen. Zonder ongelijkheid, zonder verschillen. Heb je het gevoel dat dat vanavond op deze avond ook is bewerkstelligd tussen de mensen? Ja, zeker. Ik kwam hier aanlopen en ik kwam met het gevoel van, oh, hoe zal het er zijn? Maar zodra ik hier naartoe liep, alles viel gewoon weg. Alle onzekerheid, alle gevoel van, oh, misschien is het wel anders dan ik denk, maar dat ging allemaal weg. Dat was heel mooi. Dan wil ik nog heel even inhaken op het vasten. Ik heb bijzonder veel respect voor iedereen die zich aan deze toch wel zware regels en richtlijnen houdt. Kun je ons vertellen wat precies het zwaarste is op het moment dat je aan het vasten bent? Wat zijn de zware, moeilijke momenten? Nou, het mooie is dat Allah ons met niks belast wat wij niet aankunnen. Als Hij dit heeft opgedragen, dan is het omdat Hij weet dat we het aankunnen. En daarom is het eigenlijk niet zwaar. Als je het kan doen en je bent gezegend om het te kunnen doen, dan is het alleen maar een geschenk. Eigenlijk is er helemaal niks zwaars aan. Oké, is heel mooi verwoord. In het kader van verbinding, het wordt hier vanavond natuurlijk centraal gesteld bij de Iftar. Maar het is eigenlijk ook in het dagelijks leven heel erg van belang, denk ik, dat mensen met elkaar in communicatie blijven. Wat zou jij persoonlijk aan onze kijker willen meegeven als je het hebt over verbinding in de breedste zin van het woord? Verbinding is wat je kan creëren door gewoon open te staan voor mensen. Hè? Niet ieder is hetzelfde en dat hoeft ook niet. Wij zijn niet hetzelfde gemaakt, maar voor elkaar openstaan en mensen toelaten, dat is voor mij verbinding. Hoi, ik zit hier naast Moussa, student van Hogeschool Rotterdam. Je studeert social work en je bent hier in de Oude Westen om onderzoek te doen naar armoede. Kan je jezelf even voorstellen? Jazeker, Moussa is mijn bijnaam, roepnaam althans, Moussayeb, zo heet ik.
Ik ben een student van de Hogeschool Rotterdam, vierdejaarsstudent. Ik studeer hier af. Ik doe een onderzoek onder jongeren van 16 tot 28 jaar oud die onder armoede leven. Er zijn heel veel signalen rondom armoede hier in het Oude Westen. Alleen niemand is bereid daarover te hebben. Voor mij was het een interessant thema om dit te onderzoeken. Van hoe zit dat dan? Hoe zit het met armoede? Hoe zit het met schaamte rondom armoede? En daar doe ik mijn onderzoek naar. De armoede heerst in Rotterdam. 1 op de 5 kinderen, 4 kinderen lijden onder armoede. En als je dat overal hoort, dan doet dat wat met je. En ik wil dat het besproken wordt. Ik wil dat het helder wordt. Ik wil dat iedereen het erover heeft. Zodat iedereen uiteindelijk een oplossing voor kan bedenken. En andere sociaal professionals zoals de vraagwijzer die hier zit. Een actiegroep die hier in de buurt zit. Stichting Krachtvrouwen. Van Amina, die heel bekend is in het Oude Westen, die heb ik geïnterviewd. En die geven allemaal aan van, wij zien die jongeren niet. Of althans, diegenen die onder armoede leven of problemen hebben, die schamen zich. Die zijn er niet. Dus er speelt heel veel vraag verlegenheid hierin. Ik denk dat dat een heel belangrijk item is. Uit het onderzoek is gekomen dat de vraag verlegenheid heerst. En dat mensen liever zich terugtrekken, niet erover hebben. Omdat het dus natuurlijk een taboe onderwerp is nog steeds, jammer genoeg. We zien jongere kinderen die geen boterham mee naar school nemen. We zien jongere kinderen die bijvoorbeeld met slippers in de winter naar school gaan. Dus die signalen zijn er. Het allerbelangrijkste is dat we bij het begin moeten beginnen. En dat is het hebben over de armoede. Ik denk dat wij mensen allen bij het basis moeten beginnen. En met elkaar het over hebben van wat is armoede überhaupt? Iedereen verstaat er wat anders over. Als je kijkt naar de cijfers. Die zeggen van als je de 60% onder het minimumloon zit. Dan leid je eigenlijk onder armoede. Andere cijfers geven van Nibud geven weer andere waardes aan. Mensen die het armoede ervaren, die hebben zoiets van mensen die in Afrika zitten, die hebben het eigenlijk heel erg slecht. En die zijn arm. Dus als je geen eten hebt, als je geen dak boven je hoofd hebt en als je niet te drinken hebt, dan ben je arm. Mensen die hier in het Oude Westen leven, die hebben soortgelijke eigenlijk de kinderen niet. Die kunnen geen eten mee naar school nemen. Die hebben nog net een dak boven hun hoofd, maar goed. Dus er is heel veel ruis rondom armoede, rondom schaamte, rondom de armoede die heerst. Dus ik denk dat we bij het begin moeten beginnen en het met elkaar over hebben. En pas dat ze zelfredzaam geworden zijn, kunnen zij autonomie tonen over een regie nemen over hun eigen leven, autonoom zijn en uit die problemen komen. Maar zolang zij de zorg hebben dat zij dag in dag uit met schuldhulpverleners te maken hebben of mensen die in thuis helaas geen werk hebben, werkloos zijn, ja, dan zijn die zorgen zo erg dat ze eigenlijk blijven hangen in die vieze cirkel en niet uitkomen, helaas. Er zijn instanties die ze echt aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld, om simpel te zeggen, Vraagwijzer is zo'n instantie waar je altijd terecht kan met allerlei soorten vragen die je hebt. Als je denkt dat je een keer niet rond kan komen of dat je problemen hebt, die deuren staan echt wel open. Want ik heb interviews gevolgd met collega's die aangeven van joh, er is een grote groep mensen die onzichtbaar zijn, die toch wel veel problemen hebben. Anderzijds zijn er heel veel mensen die dan toch op hun afkomen, het gesprekje aangaan. In het begin is het misschien even moeilijk, want dan moet je over je trots heen, over die drempel heen van ik schaam me, het is allemaal zo moeilijk. Het is ook niet leuk om arm te zijn, dat is voor niemand niet leuk. Maar als jij thuis gaat zitten en er niks voor gaat doen, dan komt het er ook niks en dan gaat je probleem alleen maar erger worden. Dus ik zou iedereen adviseren van joh, die instanties die zijn zichtbaar, loop gerust er naartoe. Maak een afspraak en vertel je verhaal, want er wordt naar je geluisterd, want er is ook naar mij geluisterd tijdens dit interview. Dus maak er gebruik van alsjeblieft. Dit was het dan weer voor deze week. Ik hoop dat jullie volgende week weer kijken. En voor meer informatie en kijkplezier, kijk vooral op www.oudewesten.tv. Tot volgende week!